Superleuk dat je kijkt naar deze video. Welkom als je nieuw bent of welkom terug als je weer kijkt. We gaan vandaag een Power Hour Speed Cleaning doen. En ik ga dus een uur lang proberen zoveel mogelijk dingen te doen. Om te zorgen dat ons huis weer een beetje netjes wordt. Ik had namelijk niet echt de tijd om urenlang grondig te gaan schoonmaken. Maar alle troep en alle losse dingetjes, die zorgden wel voor onrust bij mij in mijn hoofd. Dus ik dacht, nou, weet je wat, we gaan gewoon een uur lang ga ik mezelf toeleggen op het leefbaar maken van mijn huis. En ook al zie ik dan dingen waarvan ik denk, oh, dat moet ik eigenlijk echt heel erg schoonmaken, maar dat kost veel tijd, die laat ik voor nu. Dus ik zou zeggen, doe met me mee. Pak een uurtje, zet een timer, kijk hoeveel je gedaan kunt krijgen. En waarschijnlijk voel je je daarna een stuk beter. Heb je niet alles gedaan wat je zou moeten doen of zou willen doen, maar je bent in ieder geval een stapje verder. En hopelijk heb je iets meer rust in je hoofd. Want dat is bij mij wel altijd, als het rommelig is, voel ik me zo onrustig. En de ene keer kan ik dat gewoon naast me neerleggen en denken, ja, weet je wel, niet nu. Maar soms dan, ja, als het ligt aan wat voor vibe ik ben, dan voel ik me daar gewoon slechter door. Dus ja, ik hoop dat je door het kijken van deze video geïnspireerd raakt of gemotiveerd. Ik zou zeggen, doe lekker met me mee. En voor de mensen die nieuw zijn, mijn naam is Jamie. Ik zou het heel leuk vinden als je een reactie achterlaat hieronder in de comments. Of als je je zou willen abonneren op mijn kanaal. Can't you see that I need company? I'm losing it, losing my way. Only get through when it's you, bless me. Ik probeer ook weer een beetje meer routine aan te brengen in mijn wasroutine, zeg maar. Voorheen deed ik dus altijd minstens één was per dag draaien. En de was die hing te drogen op de lijn, die deed ik dan vouwen en opruimen. Maar ja, ik weet niet, de laatste tijd was die routine gewoon ver te zoeken. En de wasman pelde daardoor uit. En ik had zelfs een keer dat mijn dochter geen schone broek had om naar school aan te trekken. Oeps. Dus ik probeer nu weer ja, een beetje in dat ritme te komen van minstens één wasje per dag. En dan de was van de dag ervoor vouwen en opbergen. En vooralsnog gaat het goed. En blijft gewoon die bergwasgoed een beetje beter onder controle. En ja, dus wellicht is dat een tip voor als je ook denkt van ja, het loopt altijd helemaal uit de hand. Misschien kan je daar ook mee beginnen met één wasje draaien, vouwen, opbergen. En hopelijk kan je het daardoor dus beter bijhouden en loopt het niet zo uit de hand zoals het bij mij laatst wel gebeurd was. Zoals je kunt zien maak ik in de slaapkamer van onze dochter alleen het bed op en doe ik even stofzuigen. En eigenlijk zou haar kamer weer schoongemaakt moeten worden. Maar zoals ik zei, het is een power hour speed cleaning, dus we hebben maar beperkte tijd. En als ik aan haar kamer zou gaan beginnen, dan zou het echt weer veel langer duren. Dus ja, ik heb gewoon een beetje mijn prioriteiten gesteld van oké, weet je, als daar in ieder geval dat gedaan is, dan vind ik het goed. En nu wil ik even de trap stofzuigen. En daar had ik wel al een paar dagen gezien dat er gewoon ja, een soort viezigheid op zat. Dat zie je zo meteen. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dat zie je op de trap dat dat een beetje ja, viezig is. En daar stoorde ik me wel echt al een paar dagen aan. Dus dat ga ik wel even snel schoonmaken. Het is niet ook heel super grondig. Ik had het beter kunnen dweilen, maar goed, geen tijd voor. Dus ja, als je dit ook gaat doen, zo'n uurtje lang zoveel mogelijk schoonmaken, kies dan de dingen waarvan jij denkt, oké, dat wil ik echt even doen. En misschien zou ik iets anders ook wel moeten doen, maar dat doe ik dan een andere keer, weet je. Als dit nu, voor nu heb ik een uur. Dus kies waar jij je aandacht op wil richten. Wij hebben dus een aantal huisdieren. We hebben twee vissen. Die heten Broccoli en Zoe. En we hebben twee poezen. Eentje hebben we al een paar jaar, Billy. En sinds kort hebben we dus ook Teddy.
Die ga je straks een paar keer in beeld zien. Dus deze video is een soort van de introductie van Teddy. En terwijl ik aan het schoonmaken was, ging Ricardo onze vissenkom schoonmaken. En ik wil je alvast waarschuwen, die vissenkom ziet er echt extreem vies uit. En ik moet zeggen dat het vooral het glas was wat heel vies was. Want als je vanaf de bovenkant erin keek, was het water vrij schoon. Maar Ricardo heeft dus een theorie. Want die vissen hebben we nu al 6 jaar bijna. En het schijnt dus dat het best wel lang is voor goudvissen. En zijn theorie is dus dat omdat hij niet elke week de kom schoonmaakt, dat die vissen dus langer leven. Omdat hij zegt van ja, in de sloot heb je ook niet zeg maar elke week gefilterd water en leveren er ook gewoon algen en allemaal dat soort dingen in. Dus ik weet niet of het echt kan, maar hij denkt dat daardoor de vissen langer blijven leven. Wat denk jij? Stofzuigen en iets wat ik eens in de zoveel tijd doe is langzaam stofzuigen. Dus wat je doet is je doet eerst je kleed normaal stofzuigen. Even tussendoor, je ziet hier dat ik van tevoren mijn stofzuigerbak heb leeggegooid, zodat ik aan het einde kan laten zien hoeveel viezigheid er dus nog in zo'n kleed zit. Dus je gaat eerst normaal stofzuigen en als je dat gedaan hebt, dan ga je nog een keer stofzuigen, maar dan heel langzaam. En het idee is dus dat omdat je zo lang stofzuigt, dat je stofzuiger meer vuil en stof en viezigheid dieper uit dat kleed kan trekken. En wat ik zei, ik doe dit dus niet altijd, maar op zich best wel vaak. En sowieso ons kleed normaal stofzuigen doe ik ook vrij vaak, zeker om de dag. Dus je zou denken dat er niet super vies is. Maar je kan aan het einde zien dat er echt best wel veel troep zit in die opvangbak van de stofzuiger. En ik weet niet, maar ik vind het altijd zo bevredigend om te zien. Dus hoeveel zooi je dus uit je huis haalt en wat er dus in je huis rondzwerft. En aan de ene kant natuurlijk ook wel echt heel vies. Want blijkbaar ja, adem je dat in en leef je daarin. Ja, dat is een beetje dubbel. Maar goed, ik weet niet of je dit al eens hebt gedaan en of je het zou willen proberen, maar ja, als je dus echt je kleed of je misschien wel je tapijt of ja, weet ik het, je matras kan je het ook meedoen. Een keertje grondig wil reinigen of tenminste grondig wil stofzuigen, dan kan je misschien eens langzaam stofzuigen proberen. Zoals ik al zei, hebben we dus sinds kort hebben we Teddy bij ons in huis. Teddy de poes. En Teddy is echt een hele ondernemende kitten. Ze is niet bang. Ze gaat ervoor. En ze vinden het dus leuk om een soort parcours te doen door het hele huis. En door alle bloempotten, plantenpotten, dingen heen.
Wie kijkt er trouwens even tussendoor? Wie kijkt er trouwens wel eens naar New Girl? Ik ben echt fan van die serie. En Schmidt, een van de karakters, die zegt altijd parkour. Dus elke keer als ik parkour zeg, moet ik aan hem denken. In ieder geval. De kat of de poes Teddy, die doet dus altijd parkour door ons huis heen. Dus ik ben echt super veel tijd kwijt aan stofzuigen. En sowieso met twee katten. Ik moest al vaak stofzuigen, echt bijna dagelijks. Maar nu met twee katten is het wel echt gewoon nodig om dat elke dag te doen. En ik doe het echt met liefde. Echt helemaal geen probleem. Maar het zorgt wel voor wat extra rommel in je huis. I'm gonna lose ya. Inmiddels was de was klaar, dus die hangt nog even op. En dan zijn we alweer aan het einde van de Power Hour Speed Cleaning video. En ik moet eerlijk zeggen, het was iets langer dan een uur was ik bezig. Ik was denk ik anderhalf uur bezig. Want ja, als je dan toch eenmaal bezig bent, zit je in een soort momentum. Dus dan blijf je doorgaan. Dus het duurde iets langer dan een uurtje. Maar ik heb wel een aantal dingen kunnen doen waarvan ik blij ben dat ze gedaan zijn. En niet alles is opgeruimd, maar wel gewoon weer even wat meer rust. Hopelijk vond je deze video leuk en zie ik je de volgende keer weer. Heb een super mooie dag. Thanks voor het kijken en tot snel.